We gaan een dynamische stretchoefening doen voor de lange bindweefselsystemen aan de voorkant van je lichaam. En daartoe gebruiken we ook weer de X-Code trainer. Die pak je zo vast, goed, in het midden, in de vuist, en je duim omhoog. En doe je zo je hand overheen en je duimen zo tegen elkaar. Zo, goed het midden vast. Dan kan je dat geluid weer opwekken. Mag je met gestrekte armen eerst eens proberen de buis boven je hoofd zodanig te bewegen dat je het geruis wat zich in de buis bevindt, dat je dat van de ene dop naar de andere dop beweegt. Goed zo, prima. Tegelijkertijd doe je je buik naar voren, je rekt je liezen wat op en je gaat proberen je rug zo hol mogelijk te maken met gestrekte arm. Goed zo, en adem rustig door. Vervolgens beweeg je een klein beetje naar links met je romp. En je blijft wel achterover gaan en je rekt je rechterlies wat meer op. Dus je rechterheup wat meer naar voren. En dan ga je weer terug naar het midden. En dan ga je naar de rechterzijde. En dan ga je je linkerheup wat naar voren gooien. Gooi je linkerheup maar naar voren. Goed zo. En goed je rug hol maken. Goed zo. En adem uit. Goed zo. En weer terug naar het midden. Prima. Goed. Om de nog langere systemen te kunnen rekken, mag je even op je knieën komen zitten. Knieën lekker een stukje uit elkaar. Goed zo. Doe je weer de buis zo boven je hoofd. Hetzelfde oefening van net. Begin eerst maar met je armen. Ja, goed. Goed achterover. Buik naar voren. Je heupen naar voren. Kin een beetje omhoog. En nu met gestrekte armen. Strekt armen, zodat je je buikspieren vol trekken. En een beetje draaien met je romp naar links. Heel goed. En weer een beetje terug naar het midden. Hop. Achterover en weer naar rechts. Prima. En terug naar het midden. En stop maar. Stekend.